Belgrimse Huis Casanova in Heilig Landstichting organiseert op 27 en 28 februari en op 1 maart zogenaamde gebedsdagen. Dit doen zij na alle ontwikkelingen in Oekraïne van afgelopen week. En daarom hadden wij dus uh, de bedoeling om uh, mensen uit te nodigen om dan op zo'n manier die dreigende oorlog af te wenden. Maar nu is het zo, uh, nou is het zo natuurlijk dat, uh, dat de oorlog is ingevallen en nou... Gebruiken we natuurlijk ook het gebed om toch zo spoedig mogelijk weer de vrede te verkrijgen. En wij zijn mensen die dus de oorlog maken. En wij zijn ook degene die er zijn ook weer veel mensen die de vrede willen en die daar ook op zo'n manier voor kunnen bidden en God kunnen vragen om zo spoedig mogelijk die vrede te verkrijgen. Anna, een Poolse studente die aan de Radboud Universiteit studeert, is ook bezorgd om de oorlog en kan zich vinden in de oproep van de pelgrims. It's horrible, and we all should pray for it every day. In her thuisland country, she is a member of a Catholic organization that is involved with the situation in Ukraine. We organize uh, prayers, but also we take action. So we uh, raise money and uh, raise awareness of the situation that that's happening in Ukraine. So that's one. And second one is uh, helping soldiers to prepare for the war, and then they. Achter die came back from war en in een heel bad, mentally en Van oorsprong zijn de pelgrims van Casanova Maria-vereerders. Vandaar dat hun gebeden aan haar zijn gericht. Maria is ook degene die dus uh, vol van genade is. En Vol van genade betekent dat zij ook uh, Jezus... Heeft uh, voortgebracht en alle genade kan uitdelen. Daarom is het altijd goed om uh, Maria te betrekken. Zij is ook de koningin van de vrede.